De schade aan het huis is vandaag nog goed te zien. Er zitten maar liefst 4 gaten in het raam. Rond 7:30 gisterochtend werd de buurt opgeschrikt door harde knallen. Nou, we waren gisterochtend, lagen we al in bed, was best vroeg. En toen hoorden we schoten, maar we hoorden voor de rest geen scooter wegrijden of een auto wegrijden of gegil. Dus we zijn er eigenlijk niet echt op ingegaan. 4 knallen, 3 achter, 1 losse en 3 achter elkaar. Maar je herkende gelijk dat dat van een pistool was, want ik zit op een schietvereniging. We hebben wel gekeken, maar inderdaad, net wat zij zeggen, we zagen niks. Dus ik ben alweer terug naar mijn bed gegaan. Ik heb mij aangekleed, ben naar beneden gegaan. Maar ja, ik zag verder niks op straat, dus ik ben maar weer naar boven gegaan. Ja, veel buren hebben de schoten dus wel gehoord, maar toch belt niemand de politie. Pas uren later, rond 4 uur, wordt er toch gebeld en komt de politie om onderzoek te doen. De bewoners van het huis zijn gisteren en vandaag niet thuis en bij de schietpartij is dan ook niemand gewond geraakt. Hebben jullie enig idee wat er is gebeurd of waarom? Nee, ik heb echt geen idee. Ik weet ook heel weinig van sommige mensen. Bent u geschrokken? Dat is best wel schrikken. Het is ineens heel dichtbij. Ja, heel dichtbij. Het is eng, maar goed. Ik ben niet zo bang aangevallen. De politie laat weten nog volledig in het duister te tasten over wat er nu precies is gebeurd en onderzoekt de zaak. Er is nog niemand aangehouden.